Goedenavond bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden er sprookjes voorgelezen, maar dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Ik zit hier vanavond live vanuit de Pomp in Hoven. En ik word bijgestaan door mijn goede improvriend Rishi Panchasra. En ons eerste sprookje, we hebben de titel juist van het publiek gekregen dat we gaan verzinnen, is de titel Er was eens een lekkende loodgieter. Ja, oké, goed. Hier gaan we dan. Er was eens een lekkende loodgieter. Hij woonde midden in de stad in een heel klein appartementje. Beneden in het appartementje was een diepe, diepe kelder met allerlei loodgieterijspullen. Die spullen had hij nodig voor als er een klant hem belde. En op een dag werd hij gebeld. Alle andere loodgieters van streken en van heel de omgeving waren bezig en dan kwamen ze bij hem terecht. Mark de loodgieter. En zelfs als hij de laatste loodgieter was in de stad, deed hij zijn uiterste best, deed hij zijn overal aan, zorgde ervoor dat zijn pet net scheef genoeg stond, potloodje achter het oor, en hij vertrok op pad, uiteraard met zijn bakfiets. Die dag was hij gebeld door een oud vrouwtje aan de rand van de stad die een lekkende kraan had. Mark reed naar de lekkende kraan. Nu, er was een probleempje met Mark. Mark lekte zelf, nogal. Hij had al van alles meegemaakt en uit elke lichaamsopening van Mark kwam er wel wat vocht naar buiten. Langs de mond was dat speeksel, langs de andere gaten andere dingen. Het was niet evident voor Mark, want elke keer als hij ergens voorzichtig wou kijken of dat er iets gebeurde in de straat, wisten ze eigenlijk aan de sporen van aan zijn voordeur tot aan de plaats waar hij stond, waar hij overal geweest was. De honden in de stad werden krankzinnig, want overal was zijn geurspoor te vinden. En elke keer na een geslaagde job was de plek waar hij had gewerkt nog natter dan ervoor. Dat dan ook meteen de reden was waarom de mensen ook meteen zeiden van het lekt nog steeds. Hij komt aan bij de oude vrouw die een beetje blind was en een beetje seniel. Hij belt aan en zij doet de deur open. Ja, wie is het? Ze moest het niet lang eigenlijk vragen. Want ze voelde het aan haar schoenen. Haar crocs, die ze net gepoetst had, bleven toch wel wat plakken aan de vloer. En langzaam maar zeker scheen een schijnbaar zuurige geur, drong haar neusvleugels binnen en ze zei... Ben jij het, Mark? Ja, dat ben ik. Hoe wist je dat? Nou, dat ga ik je niet vertellen. Mark, ik zit met een probleem, zei ze. Ja, zei Mark, ik ook, maar daarvoor zijn we hier niet. Wat is uw probleem? Ja, zei het vrouwtje, ik heb een kraan die al jaren lekt. En Maurice, mijn man, die ging dit al jaren oplossen, maar die heeft dat nooit gedaan. En vandaar dat ik eigenlijk als laatste redmiddel naar jou heb gebeld. Mark zei meteen, vrees niks, want van lekken weet ik alles. Toon me de kraan, zei hij. En ze liepen er samen naartoe. En inderdaad, de keuken waar de kraan zich bevond, stond helemaal onder water. Mark krabde even achter het oor waar al het potloodje zat. Het potloodje viel op de grond in het water en het potloodje begon rond te drijven. Plots had hij een idee. Ja. Hij wist, als hij dit opgelost krijgt, zit er nog veel werk voor mij aan te komen. Want positief en positief maakt misschien negatief. Dus twee lekkende kranen maakt misschien een droogte. Het was een filosofisch standpunt waar hij verder niks mee was. Tot hij toch wel wat verder begon na te denken. En hij dacht, als ik nu tegenstroom zou kunnen produceren, zou ik misschien de druppels terug de kraan kunnen terugduwen en kan ik ervoor zorgen dat tenminste het vrouwtje toch gered is die dag. Dus wat deed Mark? Hij ging aan de deuropening staan waar het water wou ontsnappen richting de voordeur. En hij begon harder te lekken dan dat hij ooit gedaan had. Hij begon zo hard te lekken en zijn lichaamsvocht was ook dikker dan het water. Dus hij begon het water terug te dringen naar de kraan.
En lekker dat hem deed. En hij bleef maar lekken. En hij lekte, lekte, lekte. En oh, nog nooit had hij zo gelekt. En effectief, het water vond de enige opening dat het naartoe kon, was terug in de kapotte kraan. En het water werd terug de kraan ingeduwd door Mark, de lekkende loodgieter. Mark zag dat de kraan weerstand begon te bieden. Op een gegeven moment kwam het water er weer uitstromen. En Mark zei, al is het het laatste wat ik doe vandaag, ik zorg ervoor dat deze kraan nooit meer lekt. Hij kneep zijn ogen dicht, krulde zijn neus, trok zijn oren naar achter, draaide zijn pet helemaal achterstevoren en zette alles onder spanning. Zijn hoofd werd rood, een ader verscheen op zijn voorhoofd. Zijn nek stond gespannen, zijn schouders trokken omhoog en in één zware druk spoot het er langs alle kanten uit. De vettigheid, de brokken, de zuurigheid, alles in één keer. Alles vloog erin en de kraan werd in één keer volgestouwd. Elk klein brokje stak erin. Nog nooit in de geschiedenis van kranen was een kraan zo goed gerepareerd. Alleen Mark had het laatste lichaamsvocht gebruikt in zijn lichaam. En het was ook de laatste kraan dat Mark repareerde. Uitgedroogd, net als het potloodje, dreef hij op het kleine residu water dat nog in de keuken lag. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Als je echt alles moet doen om het op te lossen, doe ik het dan niet. Slaap lekker.